De VZW School in Zicht probeert de sociale mix in concentratiescholen te verbeteren door ouders van kansrijke kinderen te laten kennismaken met concentratiescholen in de hoop dat ze hun kinderen in groep naar zo'n school sturen. Het klinkt goed, maar de stad ziet te weinig resultaat op het terrein en schrapt de subsidie voor de VZW. Ik wil heel duidelijk zijn: School in Zicht in Kiel, in Hoboken, werkt wel. We hebben tientallen. Ouders, tientallen kansrijke ouders, die dankzij school zich ervoor kiezen om hun kind in een concentraalschool in de buurt daarin te schrijven. En we kunnen dat met cijfers aantonen, met namen, met ouders, met scholen enzovoort. We willen een school maken die een afspiegeling is van de buurt. In heel veel wijken in Antwerpen, waaronder het Kiel, waaronder Hoboken, is er een meerderheid van kansarme leerlingen. Maar dat is geen 100%. Concentratieschool 100% kansarme uh, wijk. Dat is nergens in Antwerpen zo. En wij willen die school een spiegel maken van de buurt waar 20, 30, 40% misschien kansrijke leerlingen samen op school zitten met de andere kansarme kinderen. Het stadsbestuur besliste nu na een evaluatie om de subsidie voor de VZW stop te zetten. Wij zijn namelijk tot de vaststelling gekomen dat um, een groot deel, om niet te zeggen, omzeggens, heel het werk dat school in zich deed. Met name initiatieven nemen om ouders ertoe te bewegen, meer te kiezen voor een school in de buurt. Dat door de organisatie van CAR, het Centraal Aanmeldingsregister, dat reeds in vervat is en dat opvolg. Dat zij dat bovendien binnen CAR doen voor, voor, met minder middelen uh, en veel meer mensen en scholen daarmee bereiken. De VZW heeft nog wel projecten lopen in andere Vlaamse steden zoals Lokeren, Genk en Temse. Maar ze moeten dus stoppen in Antwerpen.